Paralympische sport, dus ook topsport. Dus daar horen doelstellingen bij. In Peking hadden we 22 medailles. Nou, daar doen we één bij, dan heb je 23. Dus wij gaan voor minstens 23. In Nederland moet je tot de beste 4 tot 6 in je klasse horen en dan ga je naar de Spelen. Dus dat is streng. Ja, dat betekent eigenlijk ook dat we gewoon best veel mensen hebben die een kans maken op het podium. Maar ik weet ook dat op het podium komen een lastige klus is. Ja, wij hebben veel medaillekandidaten. En ik heb er ook veel nodig, want anders halen we die 23 niet. 6.09, 3.67 en 2.42. Topsporters van deze generatie zijn voorbeeld voor de volgende generaties. En deze topsporters laten ook zien dat de Paralympische sport echt doorontwikkeld is tot echte topsport. Dus wil je op dat podium komen, ja, dan zul je tegenwoordig ook gewoon fulltime moeten trainen. De juiste keuzes moeten maken. Je werk of studie daaraan aan moeten passen. Ja, en daar horen strenge criteria bij. Daar hoort ook een goede ondersteuning bij, hè? Want dat is dan de andere kant van het verhaal. De aantallen zijn geringer. Je moet zorgen dat die kleine aantallen op de goede plekken hun sport kunnen bedrijven en tot goede wasdom komen. En dus ja, heb je wellicht in de valide sport een soort piramidemodel, dan is het in de gehandicapte sport een smalle kolom, waarvan we wel hopen dat die breder wordt, maar dat piramidemodel zal nooit ontstaan. Waar we praten over de mensen zonder handicap, dat is 65%. En daar streven we naar in Nederland om dat op 75% te krijgen. Nou, en we weten dat de groep mensen met een handicap, dat daar nog een heel groot verschil is. Dat is nog lang geen 65%. Dus we hebben daar nog wel een wereld te winnen in de verschillende groepen. Een initiatief als in Rotterdam, dat gaat sowieso bijdragen, omdat er veel meer aandacht is, veel meer structuur is om je weg te vinden. En we hopen nu met de Paralympische Spelen erachteraan of er nog een keer overheen, dat nog meer mensen zoiets hebben van, oh, dat is eigenlijk wel fantastisch. Ik zie meer mogelijkheden ook voor mezelf of voor mijn kind of, nou ja, noem maar op.